Hallo allemaal. March of the Machine is uit op Arena. Dus we gaan er eens beginnen in te vliegen met een draaftje. Hè. Hop, we betalen met munten. En we gaan er tegenaan. Hopelijk hopen we iets goed. Hopelijk ga ik niet te veel moeten lezen, want ja, ik ken wel nog niet echt zoveel kaarten van de set. Maar we zien wel en we proberen een deftig deck te maken. Oké, dat was niet lang dat we moesten wachten. Wat normaal is, want de set is natuurlijk pas juist uit. Wat hebben we hier? Invasion of Theros. Search your library for an aura, god or demigod card. Reveal it. Oké, dus dat wordt een soort van lifelinker met indestructible als je veel enchantments hebt. Wicked Slumber, die kaart ken ik, die vind ik wel goed. Ook omdat die Convoke heeft. North Inquisitor. Zo, Incubate, dat is wel een goede ability, heb ik zo de indruk. Zelda Hydro Grinder. Ja, die is van Battle for Zendikar. Dus dat is een reprint. Herbology Instructor. Ja, die lijkt me wel goed. Dat is een early play die je later als removal kunt gebruiken. Nu, dat is zeker goed. Directions get plus 1 plus 1. Oei, ja, ik zal maar die battle pakken, ook al heb ik een hoop kaarten niet kunnen lezen. Coming in hot, nee, dat is niet zo willen. Reyaf Master, feature you control. Against double strike. Like een soort van sift. Die lijkt me niet zo slecht. Wat we dan hier... Ja, dat is die Norns Inquisitors. Die gaan we nemen. Die lijkt me daar juist ook al redelijk goed. Ja, die gaan we pakken. Incubate. Dat lijkt me wel een goede ability. Voor 1 mana. Niet zo slecht. Ja, Anger the Freezing Flame. Maar ik weet niet hoeveel wizards of... Giants er zijn in deze set. Twee lifelink voor twee. Die echt bijster origineel. Ik ga de Elspeth Smite voorlopig pakken. Nou, dat is niet slecht, een bonded hurt beast, denk ik. Ja, Elspeth Smite. We gaan proberen wit zoveel mogelijk te cutten. Render Inert. Jargal, die kennen we natuurlijk. Een Bounce Spell. 2-3 Flyer met Backup. Die is ook wel goed, denk ik. Ik ga de Invasion of Xerex pakken. Dat is ook goed tegen van die tokens. Nog een Elspeth Smite. Ja. Zo fantastisch van die ook weer niet. Convoke Flying Haste. Voor 7 mana. Ja, Convoke is natuurlijk wel goed. Core Hellbard. Ja. Veel conversion, dat zeg je. Dat is een dure removal spel. Ik ga de Order of the Mirror nemen, denk ik. Ja, dat is ook een reprint. Ik ga deze maar nemen, zeker. En een tweede drop, een knight. Wit-blauw, dat is knights precies. Die kaart, kijk.
2-2 Vigilance Backup. Dat is ook niet zo slecht. Misschien dat ik die maar ga nemen. Kwestie van mijn creature count hoog te houden. Ja, we gaan die pakken. Quendi. Niet slecht. Convoke heeft die kaart ook nog. Ja, ik ga Quendi nemen. Een Night Deck eigenlijk. Hè. Zijn er eigenlijk Night Payoffs? Ah, deze natuurlijk, die kan het first strike krijgen. Dit is ook een Night, zie ik juist. En die kan first strike krijgen, dus met Quendi krijg je meteen double strike. Misschien dat we nog trucjes hebben of zo die first strike geven. Quendi is natuurlijk wel een 4 droppen. Ik weet ook niet of ik zo'n grote fan ben van die nieuwe art. Ik zou zo'n target artwet creature. You control, ah, oké. Okay. Die kaart vind ik allebei goed. Ik ga de Protocol Knight nemen. En de Sigiled Sentinel. We zouden eigenlijk nog wat auras moeten pakken. God of Demigod heb ik nog niet vermoeden, hè. Dus dan moeten we toch zeker een aura zien te vinden. Ja, dit wordt de Tranquil Cove. Ik ga de Golden Scale Aeronaut nemen. Nieuwe booster, wat is dit hier? Skitrix de Blight Dragon. Oeh. Mijn infect. De vraag is, kunnen we die kaart nu pakken? En hier eventueel een kaart... Ja, ik denk niet dat ik dat kan doen. Dat is natuurlijk wel een bom. Infect is echt wel goed, hè. Dat laat counters na. Ik denk toch dat ik die invasion ga moeten nemen. Dat past nu eenmaal beter bij mijn night thema. Het is wel pijnlijk om die kaart te laten schieten, maar ik denk dat dit gewoon beter gaat zijn voor mijn draft. Yorion Sky Nomad. Voilà, dat is een payoff die ik wel graag heb. Dus die gaan we nemen. We gaan die natuurlijk wel niet als companion zetten, hè, want dan hebben we... dit is een aura. Nou, ik ga toch de Yorion nemen. Wat is dit? Omnat Locust of All. Ja, weet je, die ga ik niet spelen. Te veel kaarten. Die ga ik ook niet echt lezen. Inga, die kennen we nog van... +1/+1 Vigilance. We gaan Inga nemen.
We zouden eigenlijk nog iets van combat trucjes of zo moeten hebben, hè. Transforms into a fraction, daar hebben we ook nog niet echt veel kaarten van. We hebben nog geen auras, dus dat valt eigenlijk nog wel wat tegen. Grimgrin, als ik niet vergis is dat wel een goede kaart. Ik ga die nemen, denk ik. Wacht, hè. Hoe werkte die nog alweer? Ja, die ga ik toch nemen in de hoop zwart te splashen. Zien dat we zo wat dubbelandjes kunnen hebben. Syphilid Advisor. Ja, nu gaan we deze nemen. Dat is een soort van arrest. En dit is een aura wat handig is voor onze Invasion of Teros. Nog een aura. Er is een kite sail, oh, er is nog een sigiled sentinel. Ik denk dat ik de sigiled sentinel weer ga pakken. Allee, op zijn slechtst is dat een 3-3 vigilance voor 3 mana en een knight. Dus zo slecht is die kaart niet. 2-2 lifelink. Het geeft protection, island cycling. Ik denk dat ik die kaart ga nemen. Boven Artistic Refusal. Captive Ward, is dat nu een goede kaart? Ik denk dat ik deze kaart ga nemen. +1/+1 counters leggen als je een soort van ja, weenie swarm deck zet, is wel goed. Ja, nu gaan we de Dismal Backwater nemen voor onze Grimgrin. Hoeveel creatures heb ik al? 14. Dat is nog niet overdreven veel, maar dat komt natuurlijk ook gedeeltelijk door die siege die ik heb, die battles. Ja, die kaart zou nog eens mee kunnen vallen. Order of the Mirror in dit geval. Kite Sail is speelbaar. Angelic Intervention zeker ook speelbaar. Wat is dit hier? Nou, dat is wel een goede kaart. Dat is een soort van Oblivion Ring. Dat is een goede. Nou, we gaan die pakken natuurlijk, hè.
Die gaan we niet nemen. Wicked Slumber. Ik denk dat dat de kaart is die we nodig hebben. Zeker met die Vigilance Creatures die ik heb. Kan dat goed zijn in zo'n convoke. Wat doet dit? Een 3-3 flyer voor 3. Ja, die is ook goed. Een 3-3 flying voor 3, dat kun je niet. Oh, nog een Seal from Existence. Nou, dat gaan we nemen, hè. Nou, nu ben ik meer aan het twijfelen over die Grimgrin. Maar wat dan nu nog wel de moeite gaat zijn. Omdat daar natuurlijk de consistentie van het deck wel wat verminderd om er zwarte kaart in te splashen. Zeker omdat we voorlopig ook nog maar één Dismal Backwater hebben. Hè. Ook die Tidal Terror is misschien niet wat ik nodig heb in mijn deck. Daar ben ik al verschillende van tegen. Die kennen we. Convoke, destroy that planeswalker that was activated this turn or tapped creature. Nog een removal spel. Ik ga nog een Realm Breaker's Grasp nemen. Kahira. Ik weet nu niet of we daar veel... Gaan ook gewoon de wand erop kunnen nemen. Nee, ik ga... Ja, hier is het niet moeilijker. Scarred Burns, ik denk dat we die kaart gaan nemen. Ja, dit is een 3-3 voor 3. Maar ja, ik denk dat die een groter nadeel voor mij betekent dan... Allee, die betekent ook een nadeel voor mij. Hoe is dat toch de moeite? Nee, ik ga de Scarred Burns nemen. Dit is goed met backup. Ja, die gaan we ook nemen. Dat is ook een knight trouwens. Maar ja, we hebben maar één van die drie eens. Hè. Weet je die nog alweer? Swordsworn Cavalier. Die Kahira, die gaan we waarschijnlijk ook niet spelen. Hè. We hebben niet echt veel beasts of cats of... dinosaurus of nachtmerries. Een 1-3 double strike. Voor 3 mana. Ja, ik ga deze nemen, mocht je daar veel kaders op kunnen leggen. Zou dat nog goed kunnen zijn? Ah, die wanderop is gewield. Maar dat ik het ook wel mogelijk van acht dat we die gaan spelen hoor. Scroll shift, dat gaat er niet in zitten denk ik. En onze laatste kaart.
We gaan eens zien, want we zitten natuurlijk met veel te veel playables. Ik ga hier nog eens niet spelen. Die Grimgrin, is dat de moeite? Ik denk dat we eigenlijk onszelf het maar gewoon moeilijker maken als we die vast hebben en geen zwarte maan hebben. Dus die ga ik dan toch maar niet spelen. We zitten nu nog altijd aan 47 kaarten. Even kijken, maar van 18 creatures momenteel. Die Tidal Terror denk ik niet dat we nodig hebben. Die Aeronaut, ja, eigenlijk ook niet, denk ik. Kitesail ook niet dan. We hebben wel wat flyers. Inga ook niet. Die helle baard. Dan 42 kaarten. Hellebaard zou ik eruit kunnen doen. Zal dat maar doen. Misschien toch een landje. Ik ga een landje eruit doen. En dat wordt ons dek. Ik ga er een screenshot van nemen, maar ik denk niet dat we iets hebben om te gaan zoeken. En zullen we er maar eens aan beginnen. Hè? Ik ben eens benieuwd wat dit gaat geven. Het formaat is mij ook nog volledig onbekend. Die battles, ik ben ook eens benieuwd hoe dat die in de praktijk spelen. Dus ja, we zien wel. Ik, nou. Ik heb 2 one drops en ik heb 4 2 drops. Waarvan dus 1 al hier getrokken. Ik denk wel dat deze een schappelijke hand is. Het zijn wel om de draw, excuseer. Gewoon verspeeld. Mana dork eigenlijk.
Ik ga niet blokken. Ik ga wel aanvallen, want ik acht de kans eerder klein dat mijn tegenstander gaat blokken. En dan ga ik deze leggen. Mijn poort heeft nu wel 5 manen. Dead touch. Ja. Two cards discarden. Dat is niet zo plezant. Only as a sorcery is that, Zullen we zien, hè? Dan ga ik wel een beslissing moeten maken of ik die allebei ga blokken als die dit. Dan hoort dan een 2T flying at the beginning of each opponent's upkeep. 2 or fewer cards. Ik ga niet blokken. Hè. Die prickling fairies die beginnen wel op de tand te worden. Ik zou die removal spel moeten hebben. Wat is dit? Talia en Gitro. Dat is wel een vervelende kaart, hè?
trade. At first strike. In de kraan ben eigenlijk. RTFC zeggen ze dan, hè? First strike dit is jong. Dus 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ik ben dood. Ja? Er wordt dat wel powerful cards. Zou ik die Griebegrin toch spelen? Ik ga het toch eens proberen, denk ik. Zoiets uitsmetten. We zien wel wat je heeft, hè. Nu, ik had toch wel betere kaarten moeten lezen, dat is duidelijk. Ja, we gaan keepen. We hebben wel al onze Grimgrin vast, zie ik. Maar geen ideale kaart is om in je starterstand te hebben. Dus we hebben twee Sigil Sentinels. Ook de films, ja. Dat poort heeft wel zijn mana fixing. Oké, okay. Is niet zo'n slechte trade voor mij, denk ik.
Maar een opponent kijkt naar de invasion. Meestal is dat teken dat ze die niet gaan kunnen verdedigen. Natuurlijk trempel. We moeten toch nog iets trekken, hè? Een kaart eraf spel zou goed zijn. Oké. Dat is wel super vervelend. We zitten hier met die grimmering in onze handen. Dat is een goeieke.
Ja, Jorion is wel een goeie. Mijn opponent is daar ook mee eens. En concede. Die Grimmigrin. Nee, ik denk toch nog altijd dat dat te gevaarlijk is om te spelen. Je zag het, hè? Ik zat er de hele tijd mee vast in mijn hand. Had ik die Jorion niet getrokken, had ik gewoon heel het spel met een kaart waar ik niks mee was in mijn hand gezeten. Ik denk dat ik deze kaart toch ga spelen. En dan die Grimmigrin eruit. Hoeveel creatures hebben we nu? 15. Ja, dan moet ik maar doen. Trouwens, misschien dat ik toch een van die battles der stevens ga uitdoen. Ik heb zo precies de indruk dat je die nogal moeilijk naar 0 defense counters kunt herleiden. En ja, dat je daar maar resources aan spendeert, terwijl dat eigenlijk weinig oplevert. Ja, we gaan die kaart maar houden. We hebben weer een battle vast. Wel maar 2 landen. Dus we moeten toch nog iets gaan bijtrekken. Anders zitten we potentieel wel met een probleem. Nu hebben we ook wel die Elspeth Smite om wat tijd te kopen, zeg maar. En Steal from Existence. Maar daarvoor hebben we nog een Plains nodig. Mijn opponent heeft precies een moeilijke keuze. Dus wat mij doet vermoeden dat hij niet een al te sterk hand. Mijn opponent kiest toch ervoor om zijn hand te houden. Of toch niet. Nu zouden we ongeveer een land willen zien. Discard a card. Ja, zo zijn we dus niet goed bezig. Geen comma trucje. Ik heb weer geen land. Ik heb wel land deze keer. Ik ga deze kasten. Labelle. Nou, ik ga die kasten. Dan maak ik het makkelijker om Sevis te combo.
er niet aan. Ja, maar dat is belangrijk, zeggen ze wel eens. Twee losse zal. Het gaat niet bijzonder lekker, moet ik zeggen. Ik hoop maar dat we dat van ons kunnen afschudden. En nu een hoop winst achter elkaar bijeen kunnen rijden. Het lijkt een goede hand. Oh, het heeft een goblin. Een bevelertje. Zelfs kan ik nog een wicked slumber casten. Als ze maar één blokker heeft. Ik had iets goed moeten hebben nu. Hè. Ik heb die Realmbrekers grasp nog. Ja. Daar heb ik gewoon het voor bekeken. Oef. Toch een win kunnen pakken. De play zijn helpt natuurlijk wel. Ik heb de indruk dat het voorlopig een redelijk agro-formaat is. Je kunt echt niet te lang een setup doen of te grappige dingen proberen. Anders zit je ervoor dat je het weet gewoon eraan. Oké, op naar de volgende match. Die laat wel iets op zich wachten, precies. Wat heb ik nu geleerd al ondertussen over het formaat? Ja, incubate is goed. Die extra creatures, dat telt echt wel hoor, van die incubate. Ja, dit lijkt een goede hand. Ik ga deze toch op beurt 1 spelen, denk ik. Met een counter op zijn eigen. Eerst maar een andere kiezer leggen, in ieder geval dat hij zo die slash heeft, die zo 3 schade doet aan het aanvallen beest. Ik kan die zelfs eigenlijk ook gewoon transformeren, hè. Daar heb ik wel weet mee.
En ook wel oppassen dat ik niet te veel op hetzelfde creature leg, want er is redelijk wat removal. Dat heb ik al gemerkt. Goede removal opkomen. Ja, dat je convoked worden. Is het ook de flames misschien? Is de rally. Voilà. Dat is de derde win. Ja. Je mag echt niet achterop raken, lijkt het. Eigenlijk heb ik momenteel nog niet het gevoel dat het echt een bijzonder plezant formaat is als het gewoon agro is en je mag geen steek laten vallen of je zit eraan. Die Order of the Mirror, dat is wel een lastig beest hoor. Je kunt die op beurt 2 leggen, op beurt 3 transformeert je die. Dan heb je een 3-3 met ja, flanking, zeg maar. Dat blokte niet zomaar in het begin van het spel. Zeker niet als je daar nog counters op gaat kunnen leggen. Nou, zoals ik eigenlijk het afgelopen spel gedaan heb. Oké, okay. We hebben dan deze een keer. Doet die kaart nou alweer?
send them take that. Ik weet niet wat dat de beste aanval was. Dat was niet zo'n goede blok. Ja, wat doet dit? Nu gaat mijn tegenstander toch iets moeten doen. Ik weet niet wat er mass sweepers zijn. Dat is niet zo leuk. Ik kan niet blokken.
bloody card. Oké, maar we hebben dus weer een spel gewonnen. Dus we zijn ons aan het herpakken eigenlijk. 4 wins toch al. Dus eigenlijk, in dit spel is alles bepalend of dat we een break-even gaan doen of niet. Dit is een tamelijk goede hand. We zouden nog minstens 1 land willen trekken. We zijn wel helaas on the draw. Plain cycle. Zo, kijk wat ik heb. Denken.
nuttig van te worden. Beter gelezen. Een devastating kaart. Zo'n kaart, dat komt er niet te boven. Wacht, ook omdat dat direct een 3-3 is. Nou, we zijn er gewoon aan. Concede. En dat was eigenlijk onze draft, hè. We hebben gewoon in het begin te veel. Ja. Ik weet niet of we een slecht deck hadden die eerste match. Maar we hebben te veel verloren in ieder geval. Oké, we gaan onze prijs claimen. En dat was het dan weer voor vandaag, hè. Tot de volgende keer.